Een heel goede avond. Eerst het goede nieuws. Kinderen mogen deze zomer opnieuw op kamp. En dat wist u mogelijk al. Maar het zullen geen kampen zijn zoals gewoonlijk. Want als er een coronabesmetting vastgesteld wordt, dan zal de hele bubbel van maximaal 50 kinderen moeten terugkeren naar huis. Dat staat in de noodprocedure die over de zomerkampen is opgemaakt. En de ouders zullen ook bereikbaar of beschikbaar moeten zijn om hun kinderen in geval van besmetting op te halen. Zieke kinderen zijn dit jaar niet welkom op een aanbod, op een kamp of op een dagactiviteit, maakt niet uit. Ook al is er geen vermoeden van COVID. Want sowieso een kind dat ziek of vermoeid is, is wel vatbaarder voor allerhande infectieziektes. Dus dan wordt er wel gevraagd van gezond verstand te gebruiken. Laat dat kind het kamp verlaten. Viroloog Mark van Ranst vindt de voorgestelde noodprocedure alvast geschikt. Het coronavirus is het land nog niet uit, dus er moeten aan de zomerkampen regels verbonden worden om ze te kunnen laten doorgaan, zo zegt hij. Wat is het alternatief? Ja, er is eigenlijk geen alternatief. Wanneer je die groep van 50 als één bubbel samen wil laten spelen zonder afstandsmaatregelen, dan is dat de keerzijde van die medaille. Dat is trouwens iets wat we elk jaar zien bij kampen. Elk jaar zijn er kampen waar er norovirus-epidemietjes zijn en dan is het ook gedaan met dat deel van het kamp. Leerlingen uit het zesde leerjaar kennen meer Engelse woorden dan Franse. Dat blijkt uit een nieuw doctoraatsonderzoek van de Universiteit Gent. Awkward. Science will kill you. Girls, boys, nice. Ja, op de Engelse toets behaalden de leerlingen gemiddeld 64%. Op de Franse toets was dat 41%. En dat is extra straf als u weet dat de leerlingen in het basisonderwijs wel al lessen Frans hebben gehad en nog geen Engelse les. Maar volgens de leerlingen komen ze meer met de Engelse taal in contact via televisie, muziek, games en sociale media. Mogelijk een nieuw spoor dan in het onderzoek naar de bende van Nijvel. Want het gerecht verspreidt een foto van een man in de hoop zijn identiteit te kunnen achterhalen. Op de foto poseert hij in een bos met een opvallend groot wapen van Italiaanse makelij. De foto werd in 1986 bezorgd aan de speurders. En dat was een jaar na de bloedige overval op de Deleize van Aalst. Wie de man is, kon tot nu toe niet achterhaald worden. De bende van Nijvel schoot begin jaren 80 28 mensen in koele bloede dood. De meeste bij overvallen op warenhuizen. De daders zijn nog altijd niet gevonden. Het is een foto die al in 1986 overhandigd werd aan de toenmalige onderzoekers in Dendermonde. Maar daar is veel onderzoek naar verricht, maar men heeft eigenlijk nooit echt kunnen achterhalen wie er op die foto staat. En gezien dat nu het dossier toch helemaal tegen het licht wordt gehouden, in een ultieme poging om toch nog de waarheid te achterhalen, is de onderzoeksrechter overgegaan tot publicatie van die foto en vragen wij aan het publiek van wie weet wie er op die foto staat. Het zou de foto zijn van een man die belangrijk is voor het dossier. De Vlaamse en Franstalige socialisten willen samen met de liberalen en de christendemocraten een nieuwe federale regering vormen. Premier Wilmès moet daarvoor het initiatief nemen. Dat vinden Rousseau en Magnet, de voorzitters van SPA en PS. Zij proberen al een tijdje om de formatiegesprekken weer vlot te trekken. CD&V en Open VLD, die nu al in de regering zitten, reageren niet op het voorstel van de socialisten. Maar achter de schermen zijn de reacties lauw. Een regering met de drie traditionele politieke families heeft namelijk geen meerderheid in de Kamer. Het heeft een relatieve meerderheid. En dat wil zeggen dat zolang als N-VA niet met de PvdA gaat samenwerken of Groen niet met het Vlaams Belang gaat samenwerken, er geen tegenmeerderheid is en dus een relatieve meerderheid. Vooral iets stabiel dat nu de relance moet inzetten en dit land eindelijk uit de crisis moet halen. Dus een jaar en een maand na de verkiezingen, zij die dit nu nog willen blokkeren, die moeten zelf maar de verantwoordelijkheid daarvoor nemen. In de Franse stad Dijon is het al 4 dagen bijzonder onrustig door een ware straatoorlog tussen Tsjetsjenen en Noord-Afrikanen. Het geweld heeft te maken met rivaliteit tussen drugsbendes. De politie slaagde er gisteravond uiteindelijk in om de orde te herstellen, maar de toestand blijft erg gespannen. Oh putain, ils arrivent en balle. Ça y est. Geweerschoten, ontploffingen, brandstichting. De wijk Grésy in Dijon is al dagen in de greep van bruut geweld tussen rivaliserende bendes.
Zo'n 200 Tsjetsjenen hebben het gemunt op de Noord-Afrikanen in de wijk. Een wraakactie, want vorige week werd een 16-jarige Tsjetsjeen zwaar mishandeld door drugsdealers. Zondag probeerden twee Noord-Afrikanen in te rijden op de Tsjetsjenen. Beide kampen gebruiken sociale media om op te scheppen over hun wapens. Bewakingscamera's worden vernield, vuilbakken en auto's gaan in vlammen op. Tegen valavond kan de politie de rust herstellen, voorlopig toch. Ja, we eindigen in eigen land. In Aalst zijn de mondmaskers verdeeld die geleverd zijn via een bestelling bij de provincie. Maar er blijkt nu een praktisch probleem te zijn. Even goed, zoals die nationaal zeggen, een carnavalsmasker van maken en een zonnebril opzetten. Ja, de mondmaskers vallen nogal groot uit. Wat de inwoners van Aalst ervan denken, dat verneemt u straks in ons journaal van 7 uur. Bedankt voor het kijken. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.